Dames en heren, een hele goede morgen. Welkom weer bij een nieuwe video. Ik heb er zin in, ik hoop jullie ook. Ik ben vandaag weer bezig met school. Dat is allemaal weer begonnen. Ik heb nu lekker twee schermpjes waar ik op kan werken. Dat is fucking chill. Ik ben wel veel te laat wakker geworden vandaag. Ik moest om 10:15 online zijn, ik werd om 11:30 wakker. Het is nu 10:45, ik moet nog steeds ontbijten. Dus dat ga ik even doen. Zo, ik ga even een ontbijtje halen. Want er is niks in huis. Ik leef echt op hamkaascroissantjes trouwens. Ik eet het echt bijna elke dag. Het is in ieder geval beter dan Maltesers. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat ik niet zo gezond ben. En ik moet eventjes mijn band oppompen van mijn andere fiets. Die is bijna leeg. Ja, mijn vestripper die staat dus nog steeds op werk. Met een lekke band, want die kan ik dus nog niet ophalen. Want ik kan hem niet plakken nu. En ik kan ook geen nieuwe binnenband kopen. Ik heb wel deze nog. Hier kunnen we nog wel lekker op rijden. Maar we gaan nu even pompen. Echt, hoe goed je conditie ook is, een band op poppen is altijd fucking vermoeiend. Maar ik heb er wel een warm. Dat is ook leuk aan te laat wakker worden. De croissantjes waren op, dus ik heb koekjes gehaald. Heel goed ontbijt. En ik heb natuurlijk ook een Red Bulletje gehaald. Hè. Ik heb dus bij die laptop ook een nieuwe muis besteld. Ik had eerst deze muis. Logitech MX518, als het goed is. Dit ding is 15 jaar oud, maar hij is echt helemaal top. Er is eigenlijk niks mis mee, hij is alleen gewoon heel oud. Maar hij is perfect en ik heb best wel grote handen. En deze muis is heel groot, dus ik kan hem goed vasthouden. Maar omdat ik niet elke keer die muis uit mijn computer wil halen, heb ik een andere gekocht. Maar ik hou hem dus zo vast. Ik heb hem niet zeg maar zo, maar echt mijn hele hand. Nou zit hier een knopje waar ik precies met mijn duim op zit. En daar word ik al dus, sinds ik hem heb, helemaal lijp van. Dus wat heb ik nu gedaan? Ik heb de muis even opengehaald en ik ga het knopje eruit proberen te halen. Dus ik hoop dat hij het zo nog doet, maar we gaan het zien. Als het goed is, is het gelukt, dus ik ga hem nu weer in elkaar proberen te zetten. En hopen dat het lukt, anders heb ik een nieuwe muis gesloopt. We gaan hem erin doen. Moment van de waarheid. Oké, de ledjes doen het nog. Doet de muis het zelf nog? De muis zelf doet het nog. Doet dit het nog? Dit doet het ook nog. En dit knopje doet niks meer. Toppie, dan kan ik hem gewoon normaal vasthouden. Zoals ik altijd doe. Helemaal top. Oh ja, voor de mensen die denken, kan je het knopje niet uitzetten of remappen naar wat anders. Dus dat hij wat anders doet. Nee, dat kon niet. Deze knop, het is een gamehuis. Het is een beursknop voor shooters. Dus wat deze deed, was 3 keer deze heel snel indrukken. Dus ik kon hem ook voor niks anders gebruiken. En dat was heel kut. Want als ik dan bijvoorbeeld per ongeluk op dat knopje drukte, dan klikte ik 3 keer ergens op. Nou ja, je kan wel begrijpen dat als dat een paar keer gebeurt, dat dat fucking irritant is. Maar het probleem is opgelost. Ik heb trouwens gisteren van Kelvin, een vriend van mij, een nieuw SD-kaartje gekocht. Hij had deze liggen, hij zegt, nou voor tientje mag je hem hebben. 128 gig, een hele hoge snelheid. Nou, helemaal top. Want ik kon dus eerst maar 1 uur filmen. En dat is echt niet genoeg als ik een hele dag buiten ben en aan het fietsen ben en zo. Dus nu kan ik 5,5 uur fietsen, filmen, 5,5 uur filmen. En dan hoef ik pas mijn SD-kaart te vervangen. Nou, meer dan 5 uur film ik niet op een dag. Dus dat is echt fucking chill. En nu ga ik onderweg naar mijn werk. De deurjumper naar mijn werk. Ik heb hem even weer ketting gespannen, alles. Ik ben nu dus op mijn werk. Vandaar het mondkapje. Het is 7 uur, ik ben al klaar. Ik moet nog 1 uur. Ik heb gewoon niks te doen. Super chill, maar niet thuis. Nou, ik ben eindelijk klaar met werken. Nou ja, eindelijk, het is niet laat, maar ja, als je niks hebt te doen, gaat de tijd nogal langzaam. Ik ga nu even langs Tijn, even een controletje ophalen, die mag ik nu verlenen. Dus dat is heel chill. Oké, ik ben nu bij het Spaarne Gasthuis, het ziekenhuis. En ik heb een leuk landje bedacht. Ik ben hem al even aan het proberen, hij is best moeilijk. Hier manual. Daarop, hoe neemt hij eraf? Half cap. Dus fake rating. Daar weer vanaf. We gaan het even proberen. Even een plekje voor mijn camera vinden. Yes. Het ziet er niet super hoog uit, maar het is best wel. Het is zeker een metertje. Misschien wel hoger. Het is niet super spectaculair, maar ja, doe dit nooit. Let's go. Het was zoveel enger dan ik dacht, maar ik heb het gedaan. Nou, ik ben thuis en
Ik ga even Warzone spelen. Ik heb net de controller opgehaald bij Tijn. En ik ga ook gamen met Tijn. Het zal dus niet zo zijn. Oké, ik moet echt stoppen met woordgrappen. Dat doe ik echt zo vaak, hè. Echt. Vrienden van mij worden helemaal lijf van. Maakt mij geen fuck uit, ik vind het leuk. Maar goed. Ik ga dus zo gamen. Ik hoop dat mijn OBS werkt, want dan kan ik dus mijn scherm opnemen. Want hij speest hem vanmiddag fucking hard. Dames en heren, ik ben echt net 4 minuten wakker, om precies te zijn. Ik ben op tijd voor school. Kom ik er nu fucking achter dat ik studiedag heb. Lekker man, sta ik weer op tijd op. Hoeft het niet, dus ik ga weer lekker mijn nest in. Nou, ik ben toch niet gaan slapen, want ik heb gisteren dus een nieuwe Call of Duty gekocht voor mijn laptop. Ja, eerst kon ik dat nooit op een computer spelen. En ik heb al heel lang geen PlayStation meer. Maar ik was dus vroeger fucking goed. En ik ging dus Warzone spelen gisteren. Toen dacht ik, ja, ik wil gewoon weer Call of Duty spelen. Dus toen heb ik het fucking impulsief gekocht. En vannacht is gedownload. En jongens, ik kan jullie vertellen, ik kan het zeker nog. Ik ga even een ontbijtje halen en dan zal ik even wat opnemen. En dan mogen jullie even oordelen. Helaas ben ik compleet vergeten wat op te nemen. Dus die hebben jullie nog te goed in de volgende video. Sorry. Zo, ik werd helemaal gek net in de deka. Hè? Voor de mensen die die deka kennen hier in de Muiden, die kleine. Die weten dat de broodafdeling, ja, die is echt heel lullig. Dat is echt een stukje van een meter. Met die karretjes loop je elkaar natuurlijk alleen maar in de weg. Die winkel is fucking krap. Ik wil een broodje pakken. Gaat er een vrouw. Pakt 3 verschillende broodjes. Doet het in 3 verschillende zakjes. Met die tang. Gaat elke keer fout. Knoopt ze nog even rustig op de gemak. Allemaal dicht. Terwijl ik sta te wachten. Ik kijk er altijd aan. Loop ik weg. Loop ik er naartoe. Oh, je was aan het wachten. Ja, no shit. Ik sta er voor mijn plezier te kijken waar je brood inpakt, vriendin. Ben je gek? Godverdomme, zeg. Sta 5 minuten naar je te kijken, man. Nou, ik ben helemaal ready. Het is een beetje donker hier. Ik ga nu naar werk. Sorry als vandaag een beetje saai is. Ik ben een beetje aan het chillen. Niet net een nieuw spel gekocht, dus de hele dag eigenlijk gegamed. Mag ook wel eens een keertje. Maar ik ga nu onderweg naar werk. Nou, ik ben klaar met werken. Het is hier fucking donker. Ik ga nu even naar een vriendin toe en dan gaan we daar chillen. En ik denk niet dat ik nog wat ga filmen, maar dat zien we wel. En anders zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen, ik ben net wakker. Het is 9:55. Ik ben echt best wel moe, want ik ben gisteren niet heel erg op tijd gaan slapen. Ik moet sowieso thuis aan school. Maar ik heb dus vandaag geen school, want ik moet wat anders doen. We gaan weer een vloertje leggen met Pim. Pim komt me zo ophalen. Gaan we naar Beverwijk en dan gaan we weer even een vloertje erin gooien. Maar voordat we naar Beverwijk gaan, gaan we eerst even een ontbijtje halen. Zo, ik heb ervan beter en misschien nog wel een potje Call of Duty gespeeld, wie weet. Ik vind het spel zo fucking leuk, hè. Maar goed, Pim is er, als het goed is. En dan gaan we naar Beverwijk toe. Oh, kut, ik ben het vergeten. Oké, nu ben ik niks meer vergeten. Maar volgens mij staat onze grote vriend Pim er nog niet. Hij staat lekker op de stoep. What the fucking mogol. Jongeman, wat gaan wij doen hier? Een laminaatje. We gaan weer even een laminaatje erin buiken hier. Nou, we zijn een uurtje of 2, 3 verder. We zijn bijna klaar. Het is ongelooflijk. We zijn nu al sneller klaar met deze dan met dat kleine kamertje. We moeten dit eens even een beetje opschuiven, want hier zit iets te veel ruimte tussen. Dit is professionele tactiek, jongens. Kijk en leer. Ja hoor. Ja? In 1 keer. Deze kamer ligt helemaal. De vloer. Prachtig mooi. Mijn kamer is voor de helft af, want we hebben geen ondervloer meer. Ik ga dus hier mijn bureau zetten. Hier komt mijn logo op de muur. Fucking dik. Maar dat gaan jullie allemaal nog zien. Ja, maar dat kan weer niet. Jalla. Ja, maar kijk, moet je eens kijken. Wacht, hij moet meer gedraaid. Kijk eens. Nou. Nou, los het ding. Afblijven nou. Nee. Dan stuur ik hem. Jo? Ja. Zit die? Ongelooflijk. Is dit wel een goede deur? Ja. Ja. De vloer en alle ellende is gedaan. Ik ga de fiets pakken en naar mijn werk toe. Pim die is ook net naar huis gegaan, dus
moeten nog mijn camera afmaken en dan ligt de vloer overal. Ik weet niet of jullie het nog weten. Een tijdje geleden, 3-4 maandjes, was er een grijze Trek Marlin 6 gerukt. Van een vriend van mij. Hij doet geen wheelies of zo, maar hij was gestolen. Ik kreeg 3 dagen geleden van Zen een DM. Van yo, is dit die fiets? Het was hem. En we hebben hem terug. Fucking mooi. Nou, ik ben al een tijdje aan het werk. Hey jongens, het is echt zo fucking koud. En dat ga ik jullie zo vertellen wat. Maar ik heb net wat leuks geregeld. Oké, wat ik dus heb geregeld is een nieuwe fiets. Ik ga hem morgenochtend ophalen. Tenminste, we hebben er ergens afgesproken. Het is een tweedehands fiets. Hij is nog bijna nieuw. Een hele goede deal gemaakt. En ja, misschien hebben jullie hem al op Insta gezien. Denk het wel. Maar goed, het is wat anders dan dat ik normaal rijd. Maar ik heb dit vroeger ook gedaan. Ik kan het nog steeds redelijk. En ja, ik denk dat mensen dit ook wel leuk vinden. En als je het niet leuk vindt, ik blijf altijd gewoon wheelies doen. Dat sowieso. Maar dan zien jullie dat morgen. Ik ga lekker tukken. En tot morgen. Goedemorgen, ik zit lekker aan school, tenminste de presentie. Ik kan echt niet wachten. Ik moet nog een uurtje wachten en dan ga ik onderweg. Dus mijn nieuwe fiets ophalen. Nou jongens, ik ga onderweg. Ik ga de fiets ophalen. Ik ben echt zo fucking hyped, dat is niet normaal. Oké jongens, ik heb hem. Fucking blij mee. Ik laat hem thuis even beter zien. Nou jongens, hier is hij dan. Voor de mensen die het weten, ik heb vroeger ook gebmx'd. Voor de mensen die het nog niet weten. Het is een King Liberty. Ik heb hem voor 350 kunnen overkopen. Nou ja, hij is echt zo goed als nieuw volgens mij. Alles ziet er nog goed uit. Hij rijdt helemaal top. Ik heb even de packs aan de rechterkant gedaan, want ik rijd dus rechts. Het is nat. Maar ik ga even kijken of ik wat kan doen. En wat ook leuk is, ik weet dat heel veel mensen hiervan houden, daar komt ie. Hij klinkt lekker. Oké, we gaan even een hele snelle sessie op de skatebaan doen. Ja hoor, ik heb nou al een lekker band. Je verzint het toch ook niet dit. Oké jongens, ik heb deze fiets een uur, ik heb nu al een lekker band. Ik ga heel snel naar huis meteen plakken. Gelukkig is het voor. En hij loopt niet heel snel leeg, dus ik laat een stukje glas er even in zitten. Ik ben dicht bij huis. Oké, ik had net eens even pauze en ging eens even fietsen. Snel mijn band geplakt. Ik heb nog 1 minuut om achter mijn computer online te zitten voor de presentie. Heel veel stress. I made it. Jongens, dit is echt helemaal kut. Ik heb dus gisteren niet aan school kunnen zitten, zeg maar. En we hebben dus 4 weken tijd voor dit project gehad. Ik krijg op de ene laatste dag, dus gisteren, pas de voice-over van het ding waar we mee bezig zijn. Dit is dus een video voor de kappersopleiding van mijn school. Ik moet nu dus het oude filmpje kijken, dan zeg maar de tekst die zij zegt. Kijken welk beeld erbij zit. Dat moet ik dus nagemaken met het beeld dat ik heb gefilmd. Het is zo fucking saai, jongen. Ik wil fietsen. Ik heb een nieuwe fiets. Ik heb echt veel te veel energie. Dus ik ga dit heel snel proberen af te maken. En dan nog even kijken of ik kan fietsen. Het is gelukt. Het is 2:30. Ik ben nu klaar met mijn opdracht. Dus dat is chill. Ik weet niet wat ik nu ga doen. Ik denk dat ik nog eventjes ga gamen. Als mijn video is gerenderd. En dan ga ik denk ik nog even op mijn BMX een beetje rondrijden en een beetje kloten. Oké, ik heb dus zo fucking veel zin om op die BMX te rijden. Dat ik nu gewoon, ja, ik moet straks werken. Ik ga nu gewoon alvast richting de stad. Daar een beetje spots gaan zoeken. Misschien even een landje. Het regent ook gewoon. Nou, het regent niet hard, maar het spettert een beetje. Maar ik heb te veel zin om te fietsen. Zo, ik ga eventjes voor Insta even een fotootje maken van mijn fiets.
En nog eventjes wat clips filmen nu, zodat ik vanavond of morgen wat leuks kan posten. En ik moet even de spaken spannen, want die zaten een beetje los. Maar dat kan ik gelukkig, dus dat is geen probleem. Jongens, ik kom een leuk spotje tegen. Vanaf die kant, walruit om de paal heen over het water en daarheen. Ik ben nu even aan het bezorgen. Maar ik ben dus net langs Django geweest, voordat ik naar mijn werk ging. Ik heb even nieuwe trappers en nieuwe grips gekocht. Ik laat ze zo wel zien. Maar wat hij mij vertelde is dat hij mij voor mijn verjaardag en voor de hulp die ik hun heb gegeven qua promoten en dat soort dingen, mij de dirtjumper wil geven. Ik mocht hem eerst gebruiken, maar ik mag hem nu houden. Daar ben ik fucking blij mee, dus daar gaan we ook wat leuks mee doen. Maar dat gaan jullie nog zien. Nou, ik ben onderweg naar huis, het regent. Misschien als ik nog wat ga filmen, dan gaan jullie dat nu zien. En anders zie ik jullie als ik thuis ben. Ik laat hier mijn fiets even snel zien. Nu dus oranje grips. Oranje trappers. Mijn krenkarms worden nog zwart. Maar ja, nu nog niet. Maar hij ziet er fucking dik uit. En ik ga hier even dit spotje rijden. Ik hoop zo dat dat erop staat, jongens. Ik ging echt hard op mijn bek. Oh mijn god, wat mooi dit. Oh jongens, ik heb hem net nog een keer teruggekeken met mijn moeder. Fucking grappig. Maar ik ga eventjes mijn laptopje opstarten. Oh wat mooi, wat een prachtig ding is het toch ook, hè? Maar ik ga even de clipjes op mijn laptop zetten. Dan ga ik nog even snel de video renderen voor school. Dan heb ik morgen de release, dus dan moet ik mijn shit laten zien die ik heb gemaakt. En dan is het project klaar voor deze week en heb ik toetsweek. Daar heb ik super veel zin in. Ik ga gewoon lekker tuk zo. Dus houdoe en tot morgen. Hele goede morgen. Ik heb zoals je hoort gelijk muziekje aan. Ik ga even pauze doen voor jullie. Ik ben al een tijdje wakker. Ik heb net eventjes wat aan school gehad. Ik heb zo meteen om 12 uur nog wat. Het is nu 10:55. Ik heb fucking veel zin in vandaag, want het is droog, jongens. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat we kunnen fietsen op mijn nieuwe fietsie. En dat gaan we zo meteen doen. We gaan met Hidde naar Landje. Ik ben bijna klaar met school, maar we gaan Hidde eens even bellen en kijken of hij al wakker is. Natuurlijk niet. Die jongen verslaat zich altijd. Nee. Nou, hij zal zo wel terugbellen. Jongens, het zonnetje schijnt. Ik ben mijn handschoenen boven vergeten. En daarna ga ik naar Hidde toe. Morgen. Hoi. Nou, we zijn op weg in Haarlem met Hidde. Ik ben er ook weer. Hij is er ook weer. Ik ben een bar end kwijtgeraakt. Dus die moeten we even ophalen. Dat is niet zo slim. Dus dat gaan we eerst doen en dan gaan we naar Landje toe. Jongens, we gaan een 360 doen bij Django binnen. Zo, nou, ik heb een bar eentje, een oranje, want deze fiets is breekbaar en heel veel gekkigheid. Net als vroeger. Ik heb lekker chocomelletje gehaald. We hebben een stokbroodje en we zijn op het landje, net zoals in de zomer. Het is nu alleen fucking koud en zeiknat. Je zou kunnen zeggen dat het wel verdomd eng is. Nou, Landje werd een kinderopvang, dus we gaan even naar stationie. En zo meteen naar werk, we hebben niet heel veel tijd meer. We zijn bij uitzendbureau. Hidde die zegt, ik ga ook even wat proberen, ik ga hier opspringen. Nou, is nog een meter verder en dan ligt op einde van de trap af. We zijn met de fiets naar het tankstation gelopen, want we hebben geen pomp op de skere zaak bij ons. Het is kut, ik heb geen autobandventiel. Het is jongens, het is Hey, ik heb geen autobandventiel, we kunnen weer terug. Ligt het daar alleen wel dan? Nee, ik heb geen ventiel wat op die pomp past. Godverdomme! Nick, oftewel vandaag Nobiel Nick. Nou, dat was dan weer kort maar krachtig. Dan gaan we weer de fiets terugzetten. En morgen nog een poging wagen.
Nee. Ja, mijn band is nog steeds. Heb jij niet een pomp? Wat? Een pomp? Nee. Godverdomme. Nou, laat me zitten dan. Wat nu? Nou, ik zet hem gewoon binnen, kan mij het schelen. Oh, gaan we snel naar de DK? Ga snel naar de DK. Oké. Okay. Dus, dan ga ik je even. Maar waarom doe je dat? Ja, bord voor mijn kop. Dat is een gezicht. Is een bord vol, ouwe. Nee, tijd. Gozer, holy shit. We gaan weg hier. Ik liet hem echt bijna vallen. Oké, ik weet niet of je me kan zien, maar wat nu dus de bedoeling is. Ik ga met mijn BMX en mijn vest naar Hidde toe. En dan gaan we daar mijn band plakken, want Hidde heeft wel een ventieltje wat erop past. Oké, we kunnen dus geen normale verloopje vinden of een pomp die werkt. Kijk even hoe we dit aan het doen zijn. We zijn het letterlijk gewoon weer in aan het blazen. Het mooiste is nog, het werkt ook gewoon. Werkt. Maar dit is het probleem. Ik heb dus een week lang niet op deze fiets gereden. Dus het kan fout gaan. Ah, weekie. Kan toch. Kijk eens aan. Iets minder gecontroleerd dan het eerst ging. Hij heeft ook iets meer ruimte. Nou, en we zijn weer op werk. Want er zijn twee collega's jarig. Dus we gaan hier even met een klein groepje even wat drinken. Gezellig. Dames en heren, het is ondertussen 12:15 s'nachts. We zijn even een blokje om. Het is kei glad hier, maar ligt gewoon ijs. Dat is niet normaal meer. Natuurlijk. Ja. Is niet kei. Wow, yo! Holy shit. Gaat het? Gaat het? Gaat het? Gaat het? Wat nodig? Is hij? Gaat het? Ze heeft bloed. Is ze hier? Ze bloed. Ja. Moet je even een doekje hebben? Kom maar even naar binnen. Oké, even een dit beetje. Ik sta op de wc. Ja, sorry. Maar wij waren een beetje buiten het kloten. En opeens een klap achter ons. Een chick met allemaal bloed. Dus ik naar binnen, een doekje pakken. Lijkt het gewoon een oud-klasgenoot en haar zus te zijn. Voor mij. Fucking grappig. Maar alles is goed gekomen. Ze had wel een flinke klapper gemaakt, want er ligt gewoon overal ijs. Maar ze was weer onderweg, dus het is allemaal goed afgelopen. Gelukkig. Oké, jongens, jullie konden ons niet horen. We staan dus met een beetje te veel mensen in Sushi Chef. En er is politie gekomen. Ik maak geen grap. Hier staat politie. Dit hek kan niet open, want we hebben geen sleutel. We zijn echt gefakt waarschijnlijk. Dit is echt helemaal kut. Is er politie? Ja. En? Hij is nog gecontroleerd, maar ik sta aan de schutting houden. Ik vind het een schuur. Oké, zorg dat ze niet naar buiten komen, ja. En bel ons zodra we weer naar binnen kunnen, ja. We staan in de poort, maar we kunnen hier niet weg. Ja, wij staan helemaal achteraan. Wat een drama dit. Oh mijn god jongens, dit is echt intense stress. Dit is echt niet leuk. Ik ben... Oh joh, het is fucking glad hier. Ik ben de enige die nog niet is gepakt. Zeg maar. Ik ben net gewoon letterlijk naar binnen gelopen. Gewoon meteen door naar het kantoor. Naar achter. Jas en tas gepakt. En dan heb ik in ieder geval een powerbank als ik hem nodig heb. Maar er staan dus 3 busjes voor. Iets van 8 agenten binnen. Maar we moeten volgens mij allemaal weg. Maar ja, omdat ik nog niet die of zo heb laten zien, moet ik even wachten. Ik laat mijn vest hier staan. Ik ga op mijn BMX, zodat ze me niet zeg maar nog erger herkennen. En Marcello, die geeft mij een seintje als ik naar buiten kan. Maar jongens, wat is dit kut. Ze zijn nu binnen alles aan het opruimen. Maar volgens mij krijgen we geen boetes. Maar ja, we moeten dus wel weg.
jammer genoeg. Het was heel gezellig. Er rijdt ook al de hele avond politie langs, dus het was gewoon vragen om problemen. Maar wij werken allemaal met elkaar, dus we lopen sowieso om elkaar heen. Maar ja, ik snap het wel. Het mag niet. Geen uitzondering. Jammer genoeg. Oh mijn god, jongens. Ik ben letterlijk langs 3 agenten gelopen. Er staan 3 busjes en een auto voor. Ze stonden in de zaak. Ik ben met fiets en al doorgelopen. Ze hebben iedereen zijn ID gecheckt, behalve die van mij. Hoe fucking... Wij zijn met z'n tweeën met de fiets doorgelopen langs en ze hebben niks doorgehad. Echt. Ik snap wel dat ze wat doen, maar fucking hell, wat was dit veel adrenaline. Nou, ik dacht er gebeurt niet zoveel deze week in de vlog, maar toch wel. Ik ga nu lekker naar huis, het is 2:30. Ik moet morgen om 9:00 op om shit te verhuizen naar Beverwijk. Helemaal geen zin in. Het is fucking glad, ik hoop niet dat ik op mijn bek ga, want ik heb geen remmen. Maar ja, ik zie jullie morgen weer. Dames en heren, een hele goede morgen. Ik ben helemaal kapot van gisteren. Ik ga vandaag spullen verhuizen naar Beverwijk. En ik moest naar zolder lopen om iets te pakken en ik ben compleet vergeten wat ik moest pakken. Nou, om even te laten zien dat het dus gisteren geen bullshit was dat er politie is gekomen. Ja? Yo. Yo. Waar ben je nu? Net van de pomp af. Wacht even. Ik ga mee naar Haarlem, ja? Werk zeker of zo? Nou, mijn vest staat nog op mijn werk, maar ik kan wel even mee op mijn BMX. Hi. Waar moeten we? Kom anders naar. Je weet toch wel, als je bij de pont, zeg maar bij Alessio's huis daar ook. Ja, gewoon Telstar. Ja, kom daarheen, ja. Oké, is goed. Hoi. Ik moet nog even snel op mijn tas pakken, dus ik ga over 5 minuten onderweg. Hoe lang duurt het ongeveer? Ik denk max een kwartiertje voordat ik daar ben. Hi. Oké, tot zo. Hoi. Ja hoor jongens, de Fastripper is terug. We gaan met allemaal mensen fietsen. Ik weet niet met wie. Renzo komt wel weer in stijl naar boven. Wat een kut weer jongen, niet normaal. Ja, we zijn op het landje en het ligt gewoon ijs hier. Maar... Oh ja, maar kijk, je ziet ook helemaal verschil in de grond, zeg maar. Oh ja! Ah, nee, dit. Hij durft niet. Kijk, je lat hier. Hey, we moeten even dat joch bellen. Hey, we moeten even dat gast bellen. Oké, jongens, ik heb weer een lekke band. We gaan nu naar Hidde racen. Hij loopt heel langs op leven. Ik ben dus nu naar Hidde aan het racen om daar mijn band te plakken. Mijn band is weer geplakt, dus we kunnen weer. Een hele goede middag. Ik ben al de hele dag bezig met verhuizen. We zijn lekker de lift aan het volbouwen hier. Ik was er zelf amper in, jongens. Ik was er letterlijk bijna niet in. Kijk hoe krap het is. Maar ja, ik ben daar dus de hele dag aan mee bezig. Dus ja, ik heb niet zoveel gefilmd. Nou, ik ben ondertussen weer thuis. Ik had een Turkse pizza besteld. Een milkshake. En ik ben lekker YouTube aan het kijken. Maar de kans dat ik vandaag nog wat leuks ga doen is heel klein. Ik ga zo naar mijn werk. Ik ga later beginnen, want ik ben fucking moe en de hele dag al bezig geweest. Dus ja, ik denk dat ik de video hier ga afsluiten. Zo niet, ga je nu wat anders te zien krijgen. En als je mij nu nog steeds ziet, dan is dit toch echt het einde van de video. Dus dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ja, reageer, like, abonneer. Deel hem met je vrienden. En houdoe.